Je zou kunnen zeggen dat dit het relaas is van iemand die het geluk probeert vast te houden. Mijn broer Serge had gereserveerd. We zijn er. Ik kijk niet. Maak de foto? Ja. Vraag me of Babette gehuild heeft. Want we moesten praten over onze kinderen. Betrave et fromage chèvre, tom de chèvre, verschillende texturen van biet en walnoot. Ja, dat weten we, want dat is precies wat we hebben besteld. Serge weet iets, anders zouden we hier niet zitten. Babette weet ook iets, anders zou ze niet huilen. Als ze maar niks tegen Claire zegt. Die weet niets. En ik, jammer genoeg, ik weet alles. Laten we het nou gelijk hebben over de reden waarom we vanavond bij elkaar zijn. Over jouw zoon. En de mijne. De politie weet niks. Echt, geloof me, die jongens zijn onherkenbaar. Het gaat erom hoe we met deze zaak om buiten treden. En jouw besluit verwoest de toekomst van mijn zoon. Dit soort dingen waai je over. Wat is het doel hiervan? Dat er boete gedaan wordt? Dat ze in het reinen komen met zichzelf. Laffe lul! Van huis. Ik heb hier gezien. Paul, we hebben een probleem. Met je broer. Laat Serge maar aan mij over. In my happy home, I barely breathe. I never want to see my wayward life was heading to.